We staan bij de skielebaan en een tijdje geleden vroegen de jongen om meer prullenbakken in die zoos. Ondertussen zien we dat er nu twee prullenbakken staan en in die periode was Noord hier ook aanwezig en heeft de wethouder erop gewezen dat het een keer tijd was. En ze staan er en we hebben iemand naast me staan. En wat vind je ervan van de prullenbakken nu? Nou ja, ik ben er wel blij mee natuurlijk. Dus we zijn er zelf ook later pas achter gekomen eigenlijk. Dus in de winterperiode is hij geplaatst. En ja, het is wel weer een stuk netter dan natuurlijk. Ja, en heel veel. Dus, maar heb je nog meer mensen die zo zijn? Voor mij had ik iets begrepen over verlichting in die tijd. Maar ik... Ja, klopt. Maar dus daar is het niet weer over gehoord. Nee, dus, en verder zijn je nou tevreden over de... Ja. Dus... We hebben nog gehoord trouwens via de parkwacht dat er nog een nieuwe halfpijp waarschijnlijk komt. Daar zijn we ook heel blij mee. Oké. Ja. Nou, ik ben blij dat jullie blij zijn met jullie prullenbakken die eindelijk zijn gekomen. Ja, zo kunnen we het tenminste ook een beetje netjes houden. Ja, volgens mij heeft het wel een jaar geduurd, of niet? Bijna twee. Twee jaar. Ja. Oké. Bedankt hè. Graag gedaan. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. We zitten nu in Breek. In Breek wordt een bingo gehouden voor Petra. Waar we net ook zijn geweest in het ABC-complex, zoals jullie net kunnen zien. En ik ga even met Petra praten, die zit naast mij. En dan gaat ze het vooral vertellen hoe wat haar overkomen is en hoe dat haar lichaam bezig is met deze ziekte. Hallo Petra. Hi. Hoi. Ik heb van jou net begrepen dat het... een onschuldige tekenbeet heb je gehad die je zelf niet door had? Ik had het inderdaad niet door. Ik heb de teken ook niet gevoeld. Dat komt omdat hij, voordat hij, hij kruipt op je lichaam, je bent dan gastheer of gastvrouw, zeg maar. Voordat hij jou infecteert, als hij besmet is, dan spuit hij een vloeistof in je lichaam, waardoor je huid verdooft. Oké. Ja, dus je voelt de teken niet. En waar het bij mij begon was eigenlijk, ik kreeg een rode plek achter in mijn knieholte. Nou ja, die werd groter en groter. En eigenlijk ik werd zieker en zieker en we wisten eigenlijk niet waar het van kwam. En toen zei de huisarts die ik toen had, die zei van het was een ontstoken aardetje of cellulitis. Nou, ik zeg altijd, ik weet niet welk boekje hij erbij heeft gehad, maar ik heb het nooit weer gehoord. Nee. Maar... nou ja, en toen zijn we, in die tijd ben ik één week opgenomen geweest in het toenmalig diakonessenhuis. En daar kreeg ik een week antibiotica en dat moest voldoende zijn. Maar het bleek dus dat dat niet zo was. Maar toen kwam ik daarna, ik bleef dus heel ziek en toen kwam ik daarna weer in het ziekenhuis. En toen zeiden ze, u heeft genoeg antibiotica gehad. En toen werden alle mensen die bij mij op de zaal lagen, die werden allemaal netjes gevisiteerd, zoals je dat dan zegt. En mijn bed liepen ze voorbij en ik kreeg een psychiater bij mijn bed. Als ik goed dus begrijp van je verhaal, jij was helemaal niet bewust van dat je een tegenaas... Nee. Was je ook op de hoogte van hoe die dingen werken voor die tijd? Nee. Dus op een goede dag werd je ziek. Niet doen dat je een rode vlek ergens kreeg, eigenlijk niet de rest. Klopt. En toen was ik een keer bij mijn moeder en toen liet ik het haar zien. Toen zei ze, goh, dat is niet goed. Nou ja, en toen begon het balletje te draaien. Of het wieletje, hoe zeg je dat? Het begon te draaien. En, en dan kom je in een molen van heel veel onbegrip en heel veel tegenstand. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja. Je hebt een behandeling gehad daar zo. Hè? Dat wordt allemaal een groot deel voor goed met onze eigen stuk risico en zo allemaal. Maar nu geld verzamelen voor een medicatie. Ja, droevig hè? Ja. Ja, ik vind het ook, ik zeg altijd, het gaat niet zozeer om mij, maar ik vind het gewoon heel droevig dat het in de Nederlandse zorgstaat zo geregeld is, dat je gewoon, dat het gewoon niet erkend wordt. En niet alleen bij mij niet, maar bij alle chronisch Lyme patiënten. Daar wordt het gewoon niet, je zoekt het maar uit, daar komt het op neer. De ziekte van Lyme, wat houdt het voor je als persoon zijn in? Dus ik en wat gebeurt met je lichaam? Dat ligt ook een beetje aan hoe snel je behandeld wordt.
Maar bij mij heeft het zo lang geduurd. Dus die teek heeft gewoon lekker zijn feestje kunnen vieren. Of nou, de teek niet eens. De bacterie. De Borrelia bacterie. En waar mensen, heel veel mensen zich niet van bewust zijn. En wat ook niet in Nederland, waar het niet op getest wordt, is dat zijn de co-infecties. Dus hij brengt niet alleen de Lyme, dus de Borrelia bacterie naar binnen, maar hij neemt ook co-infecties mee. Zoals bijvoorbeeld Bartonella, Ehrlichia. En, nou ja, zo kan ik nog een poosje doorgaan. En als jij dan alleen op Lyme, voor Lyme behandeld wordt, dan is dat gewoon niet voldoende. Want er zijn ook, inderdaad, wat ik net zei, co-infecties. En die zijn soms nog schadelijker dan de Borrelia zelf. Okay. Maar wat gebeurt er nou met jouw lichaam? Wat kun jij niet meer? Want jij vertelde, ja, ik tril constant. Ja, ik tril altijd. Ja, veel op bed. Ik lig veel in bed. En als ik slechte dagen heb, nou ja, dan lig ik meestal beneden op de bank. En ik heb ook begrepen, er zijn ook slechte dagen bij dat je in een rolstoel moet zitten. Ja, als we naar de stad of zo gaan, ja, dan zit ik in een rolstoel. Ja, maar dat is zoals het is. Ik heb begrepen, je hebt minimaal €10.000 nodig voor die medicatie. Ja. En wat gaat die medicatie met jouw lichaam doen? Nou, ik hoop, ik zeg altijd, ben met 20% al blij als ik opknap. Want dat pak je dan wel mee. Oké, maar is dat een genezende product? Of nee. is dat een product die de situatie gewoon wat prettiger maakt? Ja, ja, want als je zo lang ziek bent, dan de kans dat je geneest, tenminste, ik heb het nog nooit gehoord. Nee, ik weet wel dat de behandeling in de hele wereld vindt plaats, zeg maar. En dat zijn ook allerlei richtlijnen voor, behalve in Nederland. En ja. Daar zijn ze dus heel stug van, oké, je hebt je antibiotica gehad, dus dan moet het klaar zijn. Ja. Terwijl alle omringende landen, ook Duitsland en België, die hebben allemaal klinieken, speciale klinieken voor mensen met Lyme. Amerika, waar je wordt behandeld, ook als chronische Lyme patiënt. Maar dan moet je alleen opgenomen worden. Dan ben je een aantal weken ben je daar dus in de kliniek. En dat kost geld. Hè. Je krijgt dan via infuus krijg je ceftriaxon bijvoorbeeld. Dat is ook een antibiotica om de co-infecties te bestrijden. Er zijn al rechtszaken geweest van Lyme patiënten tegen de zorgverzekeraars. Waar ze in eerste instantie hebben gewonnen, maar in hoger beroep weer niet. Ja, want dat heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen. Dat als het wel wordt vergoed, dan moeten ze dat voor alle Lyme-patiënten doen. En dat, Dus dat is ook de reden waardoor wij zeggen, nou, oké, dan moeten wij maar op zo'n manier nog kijken of wij de behandeling vergoed kunnen krijgen. Ja. Het is van de gekke, maar dat moet wel. En het is eigenlijk in combinatie met de 2-jarige lopen voor Lyme. Ja. Van de Lyme-stichting, de Nederlandse Lyme-stichting. Ja, dus 14 april. Er komen jaarlijks 25.000 chronische Lyme-patiënten bij. Ja. En dat komt dus puur omdat ze dus tekort antibiotica geven. Ja, dus de richtlijnen in het buitenland, overal, behalve in Nederland, is minimaal 4 tot 6 weken. Ja. Hier geven ze 1, als je geluk hebt 2. Misschien nog een keer als je een grote mond op zit dat je 3 krijgt. Alleen uit alle studies over de hele wereld blijkt dat de Borrelia bacterie 4 weken het kwetsbaarst is. Dan begint zijn celdeling pas. En we zijn aan een symposium geweest in Carré, waar een vooraanstaande Amerikaanse internist, neuroloog, allerlei onderzoeken deed. En die zegt ook van, ja, ze creëren hier in Nederland, creëren ze gewoon allemaal chronische Lyme-patiënten. En hij snapt er ook niks van. Hij heeft ook gesproken met internisten in Nederland. En zegt hij, ja, maar open-minded doesn't mean your brains fall out. Hè? Dat je een beetje open moet staan voor dingen buiten Nederland. Ik wil niet zeggen dat je hersenen eruit vallen. Je moet gewoon openstaan voor onderzoek in het buitenland. En het blijkt dat ieder jaar wordt er dus protocol opgesteld in Nederland voor behandeling. Nee. Maar waar het om gaat, maar wat niet. Gaat zit er niet in. Nee, maar en dat is het grootste probleem. Ja, oké, ik weet niks anders dan, hè, de regering is verantwoordelijk, ook verantwoordelijk voor onze gezondheid. Is allemaal. Ja. En als je zulke dingen ziet, het is eigenlijk triest. Ja, ja, ik heb zelfs contact gehad met Rutte. En die heeft ook netjes teruggeschreven en ik heb hem uitgenodigd om eens een dag te komen kijken hoe het is voor een Lyme-patiënt, hoe het leven eruit ziet. En vooral ook niet eens zo voor mezelf, maar gewoon omdat ik zo graag wil dat, al die Lyme-patiënten gehoord worden. Ja. Mm-hmm. Want juist omdat je zoveel geld moet betalen aan een behandeling, komen mensen in financiële problemen. Ja. Ja. En het
En ja, en wat mijn ook een beetje mijn soort ja, missie, hoe je dat ook noemt, maar is ook mensen daarin te, nou ja, ik zeg altijd geen paniek kweken, maar vooral bewustzijn en kennis. En laat je niet met een kluitje in de riet jagen, laat je gewoon goed behandelen en laat goed kijken en neem niet genoegen met een week antibiotica. En zeker niet, want dat is iets wat ik nog wel goed wil onderstrepen, als jij de kringen hebt en de rode plek, dan heb jij 100% Lyme. Heb jij de kring niet, wil ik niet zeggen dat je geen Lyme hebt. Okay. Alleen je krijgt hier een beetje de testen. Ik noem het altijd Jip en Janneke testen. En dan kunnen ze net zo goed. Ja, je kunt ze net zo goed smarties meegeven, want dat doet net zoveel. Zijn zelfs lekkerder. Ja, dus ja. Dat is een bevend teken. Dat is echt een serieus probleem. Ja. Ja. En daar medisch wordt er een beetje leggelijk over gedaan, eigenlijk qua behandeling. Over de chronische variant, ja. Absoluut. Okay. Ja. We stoppen niet mee, want het is dan heel lang vooral. Ja. Ja, mag ik nog één ding over zeggen? Ja, natuurlijk. Altijd. Ik kan nog even zeggen dat toen wij in 2000 weer in Veendam kwamen wonen, hebben wij geluk gehad dat wij een huisarts hadden in Veendam. Dokter Veentje. Die ons heel erg serieus heeft genomen. Dat wil ik nog wel even zeggen. Die ons naar het UMCG heeft gestuurd, want toen had zij al 2 jaar lang Lyme. En die heeft ervoor gezorgd dat ze toen een goede behandeling kreeg, maar ook die beste man in het UMCG zei toen, maar nou ja, je bent nu, de bacterie is nu dood, maar je hebt nu wel chronisch Lyme, dus je kan niet, de restklachten kan ik op het moment niks voor je doen. Dat was toen maar even met alle lof van onze huisarts in Veendam. Ja. En dokter Kingma in Amsterdam. Ja. Die wil ik privé ook nog even doen. Ja, een privékliniek. Ja. Jullie wel bedankt. Graag gedaan.